Goedemorgen en welkom bij deze nieuwe weekendvlog. Het is vrijdag 31 augustus. Zaterdag 31 augustus. Laatste dag van augustus alweer. Gaat het toch allemaal snel, hè, jongens? Ik heb vandaag voor het eerst de outfit met de riem aan. Tenminste, de outfit. Een outfit waarvan ik dacht: hé, die riem past daar wel leuk bij. Ik vind het wel grappig staan. Verder is het gewoon een jurkje, een knoopjesjurkje tot helemaal hier, zeg maar. En dan lekker blote benen eronder, want het wordt lekker weer vandaag. Mijn nieuwe bril op, make-upie. Nou, ik ben klaar voor een werkdag. Het is nu 9:10, dus ik wacht nog heel even. Over een half uurtje ga ik de deur uit. En dan ga ik me even melden bij het festival. En dan even kijken welke stand wij toegewezen krijgen. En dan komt straks mijn collega. En die gaat alle dingen uit de auto halen. En dan gaan we samen de stand even opzetten. En dan gaan we zien hoe het vandaag gaat zijn. Zo, we zijn inmiddels aangekomen. Daar is onze banner. En dit is de stand. Die zal ik straks nog even wat beter laten zien. En we hebben een optreden, jongens. Even laten zien. Kijk, dit is het hele plein. En daar is, als die meneer, nee, daar niet voor gaat staan, is André Rieu en consorten bezig. Het is inmiddels alweer een uur of drie. En we hebben best wel heel veel aanloop gehad, dus dat is super leuk. Maar ik heb niet echt tijd om een rondje te doen, dus ik ga jullie zo even wat laten zien. Er zitten dan ook allemaal nog organisaties. Goedemiddag. Ik ben al heel lang bij ouders. Het is heel gezellig. Dan moet je die muziek horen, jongens. Dat is toch niet normaal? Maar ik ga even de rest filmen, want mijn ouders genieten ervan. En ik hoop dat ik hier geen copyclaim van krijg. Maar deze muziek is zo oud dat ik denk dat het niet nodig heeft. 3 miljoen, hij valt dus zeker. Het is hartstikke reclame. Dag allemaal. Hoe is het? Stabiel. Nou, we gaan beginnen. Ja, waarmee? Nou, dat zal je wel horen. Wat is dat dan? Krijg ik hier geen copyclaim van? Manke Nelis ben ik ook. Nou, en het was hier nog lang gezellig, dus we gaan het even door. Goedemiddag. Goedemiddag, het is zondag. Alweer 2:30 inmiddels. Ik heb vanochtend lekker uitgeslapen. Boodschap is gedaan, een beetje in huis opgeruimd. Over een half uurtje komt Jeroen. We zouden eerst gaan fietsen, maar ik heb toch weer last van mijn rug vandaag. Gisteren natuurlijk de hele dag op die markt gehangen. Dus ja, dan wil dat wel. Mijn vaders verjaardag was super gezellig. Was echt heel erg leuk. Dus kunnen we gaan toeleven naar de vakantie, jongens. Nog één weekje werken en dan is het zover. Dan gaan we richting Spanje. Ik wil eigenlijk nog, voordat we naar Spanje gaan, dat is een goeie. Dat ga ik straks gelijk even doen. Een extra batterij kopen. Dan zit ik daar niet iedere keer met opladen en gedoe. Dus dat ga ik ook nog even doen. En dan komt Jeroen straks, gaan we gezellig even bijkletsen. En eten en weet ik het allemaal. Dus ook heel veel zin in. Gewoon een lekkere, gezellige zondag. Ik ga mijn batterij van de camera nu even opladen. Dan is die alvast weer opgeladen voor deze week. En dan even op zoek naar een nieuwe batterij. Dat is wel zo verstandig, denk ik. Dus ik zie jullie gezellig weer als Jeroen er is. Ja, en Linda van de Wintersport gaat ook mee. Was weer natuurlijk vergeten te vloggen, maar Jeroen is er. En pa en ma zijn ook even een bakkie, wat te komen drinken. Even gedag zeggen. Ja, even gedag zeggen. Ja, toch? Hoe was je verjaardag? Geweldig. Ja, was gezellig, hè? Ja, zeker. Lekker druk, lekker warm ook wel. Lekker druk, warm en gezellig. Maar wel heel gezellig. Gezellig. Ja, zeker weten. Heel gezellig.
Dus ik heb niks te klagen, ik ben verwend. Goed zo. En een mooie tekening van mijn kleinzoon. Ja, die is leuk, hè? Die is heel leuk. Nou, verheug ik hem ook morgen, want dan komt hij alweer. Ja, gezellig. Hoe is het met Jeroen? Ja. Ja, prima. Goed zo. Bijna op vakantie, hè? Ja. Veur en Girola. Ja. Volgende week, maandag, de 9e. Je zou dat zeggen, dat we die huis liggen. Nou, dat zal toch wel meevallen. Ja. Die paar honderd mensen die kijken, die wonen hier toch niet in de buurt, denk ik. Zo, Jeroen is weer naar huis. Was super gezellig. We hebben... Even mijn tas wegzetten. We hebben lekker pizza gegeten. Heerlijk, beneden gehaald. Lekker even bij zitten kletsen, want dat was eigenlijk alweer een hele tijd geleden. Want we hadden elkaar sinds Groningen niet meer gezien. Natuurlijk wel geappt en gesproken, maar... Dan is het toch wel gezellig om even lekker bij te kletsen. Dus het is nu 7:15. Ik ga nog even lekker YouTube kijken of wat dan ook. En dan straks lekker slapen. Morgen drukke dag voor de boeg, dus ik ga het niet te laat maken. Maar ik heb lekker mijn pyjama net even aangetrokken. Dus dan ga ik eventjes lekker wat dingetjes op YouTube kijken. Heb ik ook wel zin in. En dan zeg ik jullie straks nog wel even wat rusten. Goedemorgen. Uiteindelijk gisteren toch nog vergeten de vlog af te sluiten. Ik ben naar bed gegaan en toen lag ik in bed en toen dacht ik er nog wel aan. Maar toen dacht ik, nou ga ik mijn bed niet meer uit. Daar heb ik geen zin meer in. Dus lekker geslapen vannacht. Het is wel tekeer gegaan, heb ik het idee. Volgens mij heeft het hier best wel hard geregend vannacht. Maar goed. Laatste werkweekje gaat in vandaag. Dus tijd om de weekendvlog af te sluiten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Doe een duim omhoog als je hem leuk vond. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. Help me alsjeblieft nog even gauw voor de vakantie naar de 400. 300. Dat zou heel leuk zijn. 400 natuurlijk ook. Maar dat wordt in een weekje misschien wel een hele grote uitdaging. En dan zie ik je weer in een volgende vlog. Doei doei!